je vraagt je af, hoe kun je nu grip krijgen op zo'n complex iets als een organisatie? En wat veel gebeurd is, is dat mensen zeiden, kijk naar de processen. Als je de processen van de organisatie begrijpt, dan heb je dat. Anderen zeiden nee, kijk naar de informatie die gebruikt wordt. Als je dat begrepen hebt, dan kun je de organisatie vatten. Eigenlijk hebben ze alle twee gelijk en ook alle twee ongelijk. Het is niet voldoende om de processen te kennen. Het is niet voldoende om de informatie te kennen. Je moet ook weten wie. Het gaat niet alleen om wat en wanneer, maar ook wie met elkaar de afspraken maakt. En dus voor het goede begrip betekent het eigenlijk dat je een nieuwe eenheid nodig hebt. Die eenheid die wordt nu gedefinieerd als de transactie. Een transactie is klant en leverancier, dat is dus wie. Het proces is hoe je met elkaar communiceert. En je communiceert altijd over iets wat je met elkaar afspreekt. En dat iets is dan eigenlijk dat product. En je kunt dus alleen maar praten in termen van een klant die in een proces met de uitvoerder een product samen realiseren. En die drie eenheid, die transactie, die is nodig om de complexiteit van een organisatie te kunnen beetpakken en te kunnen veranderen. Wil je op grote schaal samenwerken, dat betekent veel communiceren, veel afstemmen, dan is het onmisbaar dat daar gereedschappen voor zijn. Die gereedschappen geven iedereen de richting, de definities, de landkaart, de route waarop je kunt samenwerken. Er komt een steeds belangrijke rol voor tooling, niet zozeer om iets vast te leggen, maar om iets te communiceren. Om te zien welke afspraken er gelden en welke afspraken niet meer hoeven te gelden. Het wordt de manier, het dashboard waarop gestuurd wordt over de organisatie heen. En daarin zie ik een belangrijke rol weggelegd voor gereedschappen zoals Malvin, waarin je praat over hoe kun je nu communiceren eenvoudig en goed doen.